Ik zet een foto op Facebook en meteen krijg ik een suggestie wie erop staat. Hoe werkt dat precies? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Nou, wat is nou de laatste foto die jij geüpload hebt op Facebook? Ik denk dat een vakantiefoto van mij was toen ik met een paar mensen op vakantie was in Armenië. En hoe gaat Facebook dan herkennen dat jouw vakantiefoto is? Nou, dat werkt met kunstmatige intelligentie. Dus specifiek zijn dat neurale netwerken die getraind zijn om bijvoorbeeld om objecten te herkennen of om gezichten te herkennen in een foto. Het netwerk leert van oké, als ik dit binnenkrijg, deze foto, dan moet ik dit als output geven. Bijvoorbeeld, het is een hond. En dit doe je dus miljoenen keer, waardoor zo'n netwerk dus leert hoe die eigenlijk om moet gaan met data. En hoe gaat hij dat dan analyseren? Hoe snapt hij dat jij daarop staat? Je hebt verschillende lagen. Dus een neuraal netwerk werkt in lagen. En de eerste laag is over het algemeen de data, dus de foto. De laag daarna, dan wordt die foto eigenlijk uit elkaar getrokken. En dan ga je kijken naar verschillende abstracte figuren. Dus naar lijnen, naar rondjes en vierkantjes, et cetera. De laag daarna worden die abstracte figuren gecombineerd tot wat complexere figuren. Dus dan kun je al een beetje de contouren van een gezicht krijgen. En in de laag daarna worden die figuren weer gecombineerd tot nog complexere figuren. En zo ga je laag na laag uiteindelijk tot de output. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn, het is een gezicht. En hoe komt zo'n neuraal netwerk dan aan die dataset? Nou, dat is eigenlijk wel grappig. Dat komt door ons. Want wij hebben allemaal jaren lang bij Facebook, als we foto's erop opzetten, lopen taggen van oh, wie staat er allemaal op deze foto? En dan tag je bij het hoofd de juiste persoon. En dat is een super waardevolle dataset voor Facebook om dit te kunnen doen. Dus wij zijn eigenlijk zelf Facebook aan het leren wie erop staat? Ja, dat is dus wel echt een dataset om jaloers op te zijn. Het is echt om op die manier zoveel miljarden foto's te kunnen krijgen. Zij kunnen echt zo'n systeem voor gezichtsherkenning bouwen wat niemand anders kan. En wat kan Facebook daar dan allemaal mee? Nou, Facebook is uiteindelijk natuurlijk geïnteresseerd in geld verdienen. En dat doen ze aan de hand van relevante advertenties. En dat kunnen ze doen als ze zoveel mogelijk van jou weten. Ik zal even een voorbeeldje geven. Stel je voor, een vriend van je die vindt Ed Sheeran leuk. En je hebt een foto van jij met die vriend op Facebook gezet. Dan weet Facebook, oh, jij en die persoon zijn vrienden. En die persoon vindt Ed Sheeran leuk. Dus die kan Facebook aan elkaar koppelen en vervolgens jou een relevante advertentie tonen voor een concert van Ed Sheeran voor in de buurt van zijn verjaardag bijvoorbeeld. Nou, dat koop je dan, want je denkt, oh, dat is een leuke cadeau. Vervolgens koop je die tickets, dus Facebook weet wanneer jij naar een concert van Ed Sheeran gaat met die persoon. Dus vervolgens kan Facebook jou weer relevante advertenties geven voor vervoer, voor een overnachting, noem maar op. En op het moment dat je daar naartoe bent gegaan, maak je weer foto's en die zet je weer op Facebook en dan tag je weer mensen in. Waardoor Facebook nog beter weet met wie je omgaat en wat jij leuk vindt en wat zij leuk vinden. Zodat jij weer nog relevante advertenties krijgt. Dus het is allemaal omdat wij zelf die foto's erop hebben gezet? Precies, ja. Ja. En eigenlijk weet Facebook, doordat je al zoveel informatie op Facebook hebt gezet, al heel erg veel over jou. Dit is dus hoe Facebook precies weet wie er op welke foto staat. Denk daar maar eens aan de volgende keer dat je iemand tagt. Dit was het lab. Vond je dit nou een leuke video? Dan moet je je hier abonneren. Hier. En wil je meer wetenschap? Klik dan hier.